Bink TV. Internettelevisie op zijn turnout. Sam. Deze keer zijn we geraakt tot aan de second turnout. En wat is er daarna gebeurd? Eerst komen de Oostenrijkers nog heel even terug. En in 1795 komen dan de Fransen hier en die nemen de macht over. Een turbulente periode die 20 jaar geduurd heeft, maar ook wel heel belangrijk. Bestuurlijk of bestuurlijk, qua organisatie. De registers van burgerlijke stand beginnen dan bijvoorbeeld. Of voor de rechtbank die nu zetelt in het kasteel begint dan. Ja. En ook het begin van de moderne politieke geschiedenis komt dat stilaan op gang. Want die benoemen nog, ze noemen ze dan nog geen burgemeester. Meijer. Dat zijn Meijeren. Ja. De toenmalige Meijeren Borgs wonen iemand nu de bloemenkastgang. Volgens mij hebben allemaal edelen waren toen. Dat begint dat stilaan te veranderen. Ja? Want die Meijeren Borgs was niet echt een edel, maar wel rijke mensen. Ja, de Franse Revolutie was gericht. Katholiek, ja, we zijn hier in het katholieke turnen. Maar de Franse Revolutie was heel hard gericht tegen de macht van de edel. Dus dan begint ook meer mensen aan het gewone volk een rol te spelen. Ja. De Hollanders zijn dan... In 1815 komen de Nederlanders. Ja. Die zijn hier 15 jaar aan de macht geweest. Voor toen had vooral economisch belangrijk. Wegens? In 1817 opent de eerste grote steenweg. Dan hadden we in Antwerpen steenweg. Dat is het begin van de aanleg naar de steenwegen richting de stad. De ontsluiting van het gebied begint dan. Ja, dan begint dat. Dat is een eerste grote stap in de ontsluiting van Turnhout. Ja. En dan ook de papierindustrie komt op gang. Eerst met corbeels. Dus een corbeel wordt hier verzeld. Want die was niet van Turnhout oorspronkelijk. Die was niet van Turnhout. Die was hier komen wonen omdat hij wat rustiger was. Ja, maar die is dan door de Fransen terechtgesteld. Maar dan komt Brepels, neemt het dan over. Dat is een leerjongen. En die begint dan in 1826 met de uitgang van de eerste speelkaarten in Turnhout. Ah, ja. En zoals je weet is Turnhout tot vandaag een wereldspeler in die sector. Oké, dat begon toen. Oké, waar zitten we dan? Dan wordt het 1830, de revolutie. België is heel belangrijk uiteraard. Kleine Belgisch pootje erbij. In Turnhout is er met de revolutie niks. Niet speciaal gebeurd. Pieter de Neef heet het. Pieter de Neef was een revolutionaire figuur. Die was ook lid van het eerste Belgische parlement, het Nationaal Congres. Ja, dat bedoel ik. Die zat wel in het eerste wetgevend orgaan. Ja, die heeft niks betekend. Die heeft er amper iets gezegd. Terwijl hij wel in Turnhout iets belangrijks heeft opgestart toen, of misschien later, ik weet niet. Hij is met een school begonnen, een eigen school. En dat is eigenlijk het begin geweest van het Sint-Josef College. Een school die door het internaat onder andere in Vlaanderen wijd en zijn bekend is. Oké, dat is van toen. En dan? 1830? De Belgen komen aan, dan wordt het België. Ja. En dan... Dan is ook een conjunctuur? Beginnen we dan wat dan begint het ook. Dat is ook een tijd dat het leven stilaan begint te moderniseren. Zo'n belangrijke uitvindingen die worden gedaan. Zeg maar iets de fotografie. Of de eerste trein. In Turnhout komt de eerste trein in 1855. Verdere ontsluiting van het gebied. Verdere ontsluiting. Het kanaal wordt geopend in 1846. Aan de oude kaai is toen 3 dagen feest gevierd. Want de mensen wisten hoe belangrijk dat was. Dus dan begint zo'n stilaan het moderniseren. Want als industrialisatie en ontsluiting van het gebied gaan een beetje hand in hand. Dat gaat hand in hand. Vroeger was een uitvoer heel hard gericht op Nederland, maar door de onafhankelijkheid valt dat weg. En dan wordt het meer papierindustrie en later ook sigarenindustrie. En die zijn ook hard gericht op export. Dan begint toch Turnhout de industrialisatie. Ja. In Turnhout zijn ook fabrieken geweest in het stadcentrum. Turnhout is ook een stad geweest in een tijd van belaak, maar wel belaken. Ja, ja. Die nu ondertussen gelukkig allemaal gesaneerd zijn. We hebben nog eentje in de Zandstraat, zeg ik. Ja, de Merkspoort is nog een relict. En hier en daar zijn nog relicten te vinden, maar toch niet lekker vroeger. Dan moeten we daar later eens gaan kijken. Hè? Dus papier, sigaren, was er nog iets anders in die tijd? Ja, snoef. De kant was heel belangrijk. De kant, Turnhout is voor zijn Turnhoutse kant heel bekend. Ja, ja. Veel dames kantkloster thuis, dat heeft heel hard Turnhout gezien. Ja. Meer welstand op. Mijn moeder zelfs nog. Nee, nog gekantkloster. Mijn grootmoeder was niet de grote hobby, we hebben nog een aantal stukken thuis liggen. Dus dat is heel belangrijk geweest, uiteraard voor Turnhout. Is er in de 19e eeuw dan nog iets merkwaardig of merkwaardige figuren verzeild geraakt? Of zitten we langzamer zeker bij Wereldoorlog 1 al? Nee, er gebeurt nog het een en het ander. Bijvoorbeeld een bekende figuur uit die tijd die hier verzeild geraakt is Renier Snijders. Dokter woonde in de Otterstraat, maar was niet alleen dokter, maar ook een bekende romancier die boeken verkocht in heel Vlaanderen. Ook Vlaams gezind, heeft een belangrijke rol van betekenis gespeeld in het Davidsfonds. Heeft ook Davidsfonds Turnhout opgericht. Dat was echt wel een figuur van meer nationale uitstraling. Ja. En dan ook, er komen nieuwe kloosterorden, of die komen terug. Het Heilig Graf komt naar Turnhout, de Franciscanen komen naar Turnhout. En toen ook al als school, of was dat later? Heilig Graf is een school, is een orde die gericht is op het onderwijs.
En dus die beginnen op mijn school in de Paterstraat. Ja, dat kennen ze allemaal. Maar die beroemde madame is nu nog niet aan de orde. Dat is later. Ja, dat is later. We komen daar straks op terug. En dus uiteindelijk dan komen ook bijvoorbeeld de jezuïeten komen dan, maar ook de minder broeders met school, Sint-Victor. En dan de gasthuiszusters, dus de Clarisse in de Otterstraat, nu de Wollewij. Dus in die periode industrialisatie, onderwijs, ontsluiting van het gebied, dus turnout groeit. Turnout groeit en wordt er de katholieke stad van vroeger. De wat? De katholieke stad van vroeger. Want de Fransen hebben dat heel hard onderdrukt, ja. Maar na de Belgische tijd was de weg weer vrij. In de vorige aflevering hebben we het vaak gehad over het kasteel. Speelt in deze periode het kasteel op een of andere manier nog een rol? Is dat wel een rechtbank? Of is dat wordt dat blijft rechtbank en dat wordt rechtbank en dat wordt ook gevangen. De gevangenis in de Wezenstraat is gebouwd in 1904 en toen was de gevangenis in de kelders van het kasteel. Ja, en, het kasteel is dan beginnen in die periode te beginnen te verkrotten. Maar gelukkig heeft de provincie dat dan gekocht. En dan is dat gewoon gerestaureerd, want anders was het kasteel waarschijnlijk afgebroken geweest. Ja, er zijn plannen voor geweest, ja? Maar dat is tegen. Nou, gelukkig. Ja, was er toen ook al sprake van een hospitaal? Of toen had in de Brandstraat zeker? Of in de buurt van de Er was eerst een hospitaal in de Gassenstraat, ja, klopt. Tussen de Zeshoek en de huidige Leopoldstraat. En dan is 1876 is dan een hospitaal geopend in de Warandestraat op de plaats van het bassoen van de Warande. Ja, en dan, daar was het hospitaal in 1956, dat is veel later, is dan het Sint-Elisabeth ziekenhuis geopend. Ja, in de Rukstraat. Dus 1830, we zitten op het eind van de 19e eeuw. Dan gaan we richting Wereldoorlog 1. Nou, het brengt ook stil aan de democratisering op gang te komen. Op het eind van de 19e eeuw, ook heel belangrijk voor toen, de opkomst van de christelijke arbeidersbeweging. Die hadden hun hoofdkwartier, in wat nu de standaardboekhandel is, in de Sint-Antoniusstraat. En dan zijn dan later verhuisd naar de Korte Begijnenstraat, waar ze vandaag nog altijd zitten. Een bekende naam in dat verband is Victor Adam, de dekenier. Juist. Die heeft ook een straat in het centrum van de stad. En dat was die van de oprichters van die... Ja, oprichter Proost, stimulator. Als je iemand zo iemand achter u had, dan hadden we natuurlijk veel steun. Een bekend en belangrijk figuur. Ook absoluut. Voor de christelijke arbeidsbeweging. In die periode. Op kost van de Vlaamse beweging, op Douwak en Menneke in Turnhout. Er is die zuster Maria Josefa Haak in het hele graf. Dat vind ik wel een belangrijke. Dat is belangrijk. Ja. En die heeft in 1906 besloten om het onderwijs in de middelbare school van het hele graf volledig te vernederlandsen. Dat was de eerste middelbare school in Vlaanderen. Dat was een serieus signaal voor iemand. Absoluut. Die... Dat was om didactische redenen, maar van overal stuurde Vlaamse gezinnen hun dochters naar daar. Terwijl... Adel werd weggetrokken misschien. Ja, en Adel was dat tegen. Die hebben ze uiteindelijk weggepest. Hè. Dat was ook Victor Adams dood. Ze gingen dan een beklagen met de kardinaal, omdat hij te progressief en te Vlaams gezind was. Die is ook moeten vertrekken. Oké, dat zijn toch zaken die zijn leuk om te weten. Dat en belangrijk. Een turnout in toch iets en wat belangrijke dingen zijn gebeurd. En waar zitten we nu? Nee, dan is even nog iets. De Heilige Hartkerk wordt gebouwd. Omdat de stad ook maar altijd groeide, kwamen er ook meer parochies en meer kerken. Heilige Hartkerk de eerste, maar later ook de Middelariskerk en nog later het Goddelijke Kind. Dat is al in de jaren 30. Ja, dan zit wel na Wereldoorlog. En nu zien we dus het omgekeerde, al die kerken moeten wegens een andere bestemming krijgen. Ja, dat klopt. Ja. Waar zitten we nu? Wereldoorlog 1? Wereldoorlog 1. Turnhout is toen ontsnapt aan erg oorlog geweest, maar de burgemeester is toen wel gevlucht. Victor van Hal, en dan is François Dufour de burgemeester geworden. Was dat Victor van Hal was burgemeester onder Wereldoorlog 1? Maar de Duitsers hebben die bijna doodgeschoten en toen is die gevlucht richting Nederland. En toen is François Dufour, ook een bekende naam, heeft ook een straat vlak in het centrum. De baas van Brepels, de directeur, is dan burgemeester geworden. Ah ja, op die manier. En is dat het enigste wapenfeit van van Hal? Of die onder de oorlog, we zaten niet ver weg van alle frontlijnen. Ja. De Westhoek is ver weg. Ja. Maar er hebben wel heel wat turnhouten naast gediend in het Belgisch leger. En dat is een belangrijke aandeel bijdrage geweest van turnhout aan de Belgische oorlogsinspanning. En er zijn ook meer dan 100 turnhoutenaars gesneuveld. Ja. En hun namen zijn nog altijd te vinden op het monument op het Zegeplein. Op het Zegeplein. En ook in de Sint-Pieterskerk is een kapel gewijd aan de gesneuvelden. Het Zegeplein was toen nog de Botermarkt. Botermarkt. En in 1921 is dat monument er dan gebouwd en is dat Zegeplein. Ja, dat is vorig jaar nog gedacht dat dat 100 jaar was. Dus Wereldoorlog 1 is hier feitelijk, ik kan niet zeggen geruisloos, een beetje gepasseerd. Er zijn dan, bijvoorbeeld in sommige...
dorpen en zo zijn compleet baan geschoten. Was Ypres bestond geen steen meer boven. Niet te vergelijken. Daar was het front, hè. Na Wereldoorlog een beetje heropbouw is daar dan... Er is een klein beetje heropbouw geweest. Er zijn ook van die noodwoningen geweest op een aantal plaatsen. Maar toch niet te vergelijken met wat er op een andere gebeurd is. Dus hier ging het leven eigenlijk vrij snel zijn gewone gang. Wel belangrijk is verder democratisering. Algemeen enkelvoudig stemrecht. Ja. En met als gevolg dat de christelijke arbeidersbeweging de stadspolitiek gaat domineren. Ook de absolute meerderheid. Ja, tot in de jaren stilletjes. En burgemeesters van die stemmen. En dan is tot op vandaag zit het ACW meer in het stadsbestuur. Ja. Dus als je ergens kan. Ook belangrijk in het interbellum met aanleg van de Ringwall en het stadspark. Ook belangrijk voor de ontsluiting van de stad, tot op vandaag. Het stadspark, ook algemeen bekend natuurlijk, de kazerne. Is dat toen aangelegd of is dat toen in de jaren 30 stadseigenaam geworden? Ze hebben dat gekocht volgens mij, die gronden. En dan hebben ze tegelijk met het eerste stuk van de Ringlaan daar, hebben ze dan ook het stadspark aangelegd. En dan zijn er later stukken Ringlaan bij aangelegd. Zijn er in die periode ook nog industriële zaken bijgekomen? Ik zit misschien te vroeg, want... Het is iets te vroeg. Philips al dat is na de oorlog. Het is vooral na de Tweede Wereldoorlog dat echt de industrialisatie en de stijgende welvaart ook een grote rol in toen had. Maar ik veronderstel dat in die periode Interbellum nog altijd de papierindustrie... Ja, sigaarfabrieken, snoeffabrieken, dat is ook bekend. Sigaarfabrieken, is dat dan de Naaldtoma? Onder andere de Naaldtoma, er zijn er nog geweest. Ja. Daar aan het vlak aan het station is nog een gebouw, dat was vroeger een sigaarfabriek, dat is nu een eenheid. Ja. Aan de overkant was er een groot snoeffabriek. Dus de relicten daarvan zijn nog wel te vinden in de stad. Die zijn allemaal ondertussen gesaneerd, gelukkig. Ja, dan komt er helaas Wereldoorlog 2 aan. Wereldoorlog 2, op Turnhout ontsnapt opnieuw aan erg oorlogsgeweld. Ja. Wel zijn er nogal wat Turnhouten als slachtoffer geworden, van, ofwel snel in dienst van Bellingswijn of als verzetsman omgekomen, ofwel een aantal Turnhoutenaars zijn ook gedeporteerd naar de... Bekende namen, toch relatief bekende. Ja, Camille van Baalden, een schrijver. Was dat een verzetstrijder? Dat was een verzetstrijder en een vrij bekende schrijver, nog heel jong, een beloftevolle auteur. En die is toen als verzet is heel hard getroffen door arrestaties. Ja, waarschijnlijk. En Camille van Baalden was daarbij en die is omgekomen in de concentratiekamer. Ja. Wink TV. Internettelevisie op zijn turnouts.